Hi, ik ben Jasmine. En ik ben Robin. En wij gaan jou vandaag meenemen op de Maagd en Leefafdeling in het Franciscus. Ga je met ons mee? Wij werken op de MDL-centrum in het Franciscus. En dat houdt in dat we alles bij elkaar hebben. Dus de kliniek, de dagballing, infuuskamer, maar ook de scopie. Ja, eigenlijk is het best uniek dat we alles zo bij elkaar hebben. Wij vinden het voornamelijk een voordeel voor de patiënten, maar ook voor ons. Als er een acute situatie is, zijn we binnen 5 seconden op de scopie. Wat gewoon heel fijn is. En dat scheelt een hele hoop lopen. Nee, wij zien niet alleen maar poep hier. Sterker nog, ik denk dat op een andere afdeling nog meer poep is dan dat wij hier hebben. Nee, wij zijn best wel een acute afdeling. Dat houdt in dat er patiënten zijn die heel ziek zijn, die heel acuut achteruit kunnen gaan. En dat maakt het werk juist hartstikke leuk hier zo en interessant. Wat we hier op de afdeling veel voorbij zien komen qua ziektebeelden is sepsis, bloedingen en pancreatitis. En daarnaast hebben we ook nog best wel veel verpleegtechnische handelingen die hier weer doen. Wij doen eigenlijk in de nacht zelf nog labprikken, wat het juist ook wel heel leuk maakt. 'S Ochtends kan je goed aan je handelingen werken. En het houdt je ook wakker, dus dat scheelt ook nog eens. Dat niet alleen, we hebben ook nog eens drains, we hebben zondevoeding. We zijn gewoon heel veelzijdig aan prikken, ook naaldjes, hangen bloed aan. Het is gewoon heel veelzijdig. Dat is een van onze dagbehandelingskamers. We hebben in totaal 2 kamers waar 12 patiënten op kunnen. Die zijn hier voor tijdelijk verblijf. Wat heb je nodig qua skills? Empathie. Samenwerking. Heel belangrijk inderdaad. Vooral klinische blik. Wat heb je nodig? Omdat we hebben best wel veel acute situaties hier. Zo, daar heb je echt de klinische blik voor nodig. Wij doen vaak alvast het voorwerk van de arts. Dus mocht een acute situatie voorkomen, dan doen wij dat alvast. En dan bellen wij daarna de arts. Ja. Vaak beginnen we alvast met labprikken en kolfjes aanhangen en dan bellen we daarna de arts pas. We hebben hier best wel veel doorgroeimogelijkheden op de afdeling. Ja, ik ben mbo-verpleegkundige en ik ga starten per september als hbo-verpleegkundige de opleiding. En ik ben bezig met de regiefunctie, waarin je extra uren krijgt om kwaliteit van het ziekenhuis te verbeteren in je eigen afdeling en te werken aan EBP. Daarnaast is onze afdeling echt wel geschikt om naar de IC te gaan of door te stromen naar de spoed. Ik hoop dat je onze vlog leuk vond en dat je nu interesse hebt gekregen in onze afdeling. Wil je hier komen werken? Ga dan naar www.werkenbijfranciscus.nl en word onze nieuwe collega.